Spiders, welkom bij de allereerste aflevering van een nieuwe serie die ik ga starten, genaamd Minecraft Survival. Lekker origineel, zoals je van ons gewend bent. Ja, Minecraft heb ik dus al een hele tijd niet meer gedaan. En ik dacht zo van, weet je wat, fuck it. Ik ga gewoon weer een keertje Minecraft Survival doen. Want ik heb Minecraft dat al fucking lang, maar ook echt fucking lang niet gespeeld. En ja, we gaan dus zien of ik nog een beetje de skills heb die ik voorheen had. Ja, ik ga meteen even wat wol pakken. Ik zal even het geluid ietsje zachter zetten. De mensen die dat misschien niet zo prettig vinden. En de muziek, ja, de muziek staat al uit. Dat ga ik. Waarom staat dat daar in de fik? Dat vind ik al meteen een beetje een vraag die we moeten gaan oplossen. Oh, Jezus. Waar komt dat vuur dan vandaan? Wie heeft dit gedaan? Was jij het? Oh, wacht. Oh, wat? Er is hier gewoon. Oké, dat is verklaard. Een hele hoop al meteen. Ja, fuck it. Ik ga gewoon meteen wat hout pakken. Dat andere hout is natuurlijk verbrand. Jammer de pammer. Achievement get. Getting wood. Het staat tegenwoordig blijkbaar ook in de chat. Oké. Dat is op zich wel handig om te weten. Hier heb ik nog een schaap. Ik dacht, laat ik meteen maar wat schapen gewoon pakken. Zeg maar, gewoon wat wol. Dan heb ik meteen wat. Zo, ja, die. En dan, als ik straks hout heb, kan ik meteen bed maken. En als het een nacht is, kan ik gewoon meteen gaan slapen. Fuck je. Gewoon zo goed doe ik al vooruitdenken, zeg maar. Maar laten we meteen ook wat hout pakken. Ja, Minecraft dus. Lekker origineel. Heel veel mensen doen het al. En mensen zullen het ook altijd blijven doen. Maar ja, weet je, fuck it. Ik ga het ook gewoon doen. Ik vind op zich, ik speel Minecraft echt al sinds de alpha. Echt toen die nog. Ik heb Minecraft toen nog gratis gekregen, zeg maar. Minecraft was toen nog gratis. Dan kon je gewoon downloaden en kon je spelen. Ik heb het zelf nog gespeeld in de webbrowser. Ik kan nagaan hoe lang ik het eigenlijk al heb gespeeld. En toen ja, werd het op een gegeven moment, moesten mensen er geld van betalen. Het begon volgens mij met 5 euro. Toen werd het tientje. Toen werd het 15. En nu is het volgens mij 20 zelfs. Toen de volledige game werd gereleased. Zeg maar, dat was wel apart. Want we zaten elke keer altijd in Minecraft beta. Zeg maar, en alpha en beta. En beta 1.6, et cetera, et cetera. En toen werd ineens Minecraft volledig released. Dat was een volledige game. En toen was er een soort van adventure update en alles. En ja, naar 1.8 was het adventure update volgens mij. De beta 1.8 of zo. En toen ging je van 1.8 ging je ineens naar 1.00. En daar zijn we nu dus. We zijn nu dus in beta. Of echt geen beta meer. We zijn nu gewoon volledige game. Alweer een hele lange tijd. Er zijn superveel dingen toegevoegd. Waar ik echt geen weet van heb. Dus het is voor mij allemaal nog redelijk nieuw. Het is allemaal een verrassing over wat er allemaal te wachten staat. Ik heb wel natuurlijk ook in de Kingdom gezeten. Dus ik weet ongeveer wel. Ik weet nog wel ongeveer hoe alles werkt. Het is wel een tijdje geleden. Maar fuck it. Moet ik dit schaap eigenlijk wel doodmaken? Wanneer gaan ze eindelijk een keer doen dat je van schapen ook gewoon vlees krijgt, zeg maar? Want dat is echt. We hebben toen ooit een keer met RNA Gaming hebben we toen een mod gemaakt. De Sheep Kebab mod. En dat was dus gewoon als je een sheep killde, dan kreeg je de kebab. Het werkte alleen nog maar in single player. We hebben niet de moeite genomen om het naar multiplayer te krijgen. Dat is veel te veel werk. En dat wilden we gewoon niet. Laten we gewoon meteen even een crafting bench maken. En weet je wat? Ik maak gewoon meteen een bed. Dan hebben we dat maar gewoon gedaan. Hoppatee. Bam. Bed in mijn inventory. Hop. Hier. Kijk. Ik ken al die crafting recipes nog. Laat ik gewoon meteen die maken. En ik doe die zo. En dan dan gaan we die weghalen. En dan maken we gewoon meteen dit. Zo. Hoppatee. Helemaal fantastisch. Dan gaan we deze meenemen. En dan gaan wij gewoon ja, ik denk maar ergens gewoon op zoek naar een soort mine of zo. Ik ga wel even deze pigs doodmaken. Want ik wil wel gewoon eten hebben. Deze pig zit al geglitcht. Vast. Hij zit vast. Yes. Hoppatee. 2 steaks. Daar kun je helemaal niks tegen doen. Pig. Het spijt me. Maar ik moet ook overleven. Het blijft een survival. Het blijft een survival game. Ik wil wel gewoon overleven. Yo, dan gaan we meteen even een furnace zo maken. Dan kan ik gewoon meteen. Fuck it. Ik vind die berg daar wel mooi. Dan maken we gewoon een soort cave, zeg maar. En daar gaan we dan ons huis in maken. Gewoon, denk ik maar. Oh, wacht, hier is ook een. Oh nee, niet. Ik dacht even dat er een soort cave was of zo. Maar
Viel dus allemaal weer erg tegen. Oh, wacht. Wat is hier dan? Wat zit hier? Hallo? Loopt dat hier door? Ik zit wel hele... Oh, dit is echt serieus. Dit is heel teleurstellend. Dit is echt, vind ik echt heel teleurstellend. Ik dacht namelijk dat we meteen al iets hadden gevonden. Er zijn al 2 disappointments in a row. Dat vind ik echt fantastisch. Leg gewoon meteen even hier een soort huisje. Maar ik vind dat wel een mooie plek. Dan kunnen we vanaf hier kunnen we gewoon... Ik hoop dat we binnenkort ergens een soort mineshaft al vinden. Dan kunnen we daar gewoon meteen mee bezig. Dan gaan we dat gewoon doen. Fantastisch altijd. Al dat cobblestone. Give me all your cobble. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik een Minecraft serie ga doen. Geef alsjeblieft ook, weet je, gewoon reacties met of ik iets moet doen of wat ik moet doen of weet ik veel wat. Staat hier op bright? Of? Ja, hij staat op bright. Oké. Okay. Ja, ik dacht, misschien is het iets te donker voor jullie. Geef alsjeblieft gewoon tips met wat ik moet doen of wat ik moet gaan maken. Want ik ben, zoals ik al zeg, ik ben niet zo'n pro in Minecraft. Ik weet de basics nog. Ik speelde dit vroeger echt heel veel. Ik heb echt, denk ik, al honderden uren zitten in dit spel. Ik heb geen kool. Natuurlijk heb ik geen kool. Waar haal ik kool nu vandaan dan? Ja, ik kan het ook doen met hout. Nou, doe ik dat wel even. Doe ik gewoon zo. Ik doe hem met een log. Zo, en dan rock je erin. Kijk, meteen wat licht erbij. Oh, wel met deze. Meteen wat lichtjes erbij. Dat is op zich wel prettig. Zien we een beetje wat we aan het doen zijn. Dus ja, wat ik zei. Gewoon lekker laten gaan van... Yo, Björn, ik wil dat je een farm maakt. Yo, Björn, ik wil dat je een soort, weet ik veel wat. Maak, weet ik veel. Een elektrische scooter. Als dat mogelijk is. Geen idee. Ik weet niet eens wat voor items er allemaal bij zijn. Ik heb geen idee wat ik allemaal moet doen. Of als jullie nog een leuke mod hebben die ik moet gaan doen, kunnen jullie dat natuurlijk ook gewoon zeggen, hè? Gewoon denken van, jezus Björn, ik heb laatst zo'n coole mod gezien. Die is echt super cool. Ik doe een boertje. Die is zo super cool, die moet je echt gaan doen. En nou, waarschijnlijk ga ik dat dan ook gewoon doen. Ja, zo, kijk eens. What the fuck, ouwe. Zo prachtig, nu al. Hey, is mijn... Oh, jezus, zijn nu al klaar. Hey. Zo. Meteen wat eten. Helemaal goed. We hebben nog 2 dingen over. Oh ja, mijn bed. Ik heb natuurlijk ook gewoon een bed. Die zet ik meteen even hier neer. Ik zie dat het al een beetje donker gaat worden. Laat ik gewoon die erin doen. En ik maak ook meteen even een deurtje. Zo. Laat ik gewoon meteen even een deurtje maken. Die deur kunnen we natuurlijk dan gewoon hier zetten. Zo, pot. Ik vind het zelf altijd mooi om zo te doen. Dat je dan, zeg maar, buiten een hiep tegen de... Dat je, zeg maar, zo'n soort afdakje hebt. Of zo. Ik vind het zelf altijd leuker eruit zien. Maar het wordt donker, dus laat ik gewoon... het is nog geen nacht. Fuck dat. Even kijken of ik ergens nog kool kan vinden. Dat zou op zich wel heel plezierig zijn als ik nog ergens kool kan vinden. Voordat het nacht is. Ik zie wel zand. Zand kan ik glas van maken, geloof ik. Ja, volgens mij is dat... Als ik ergens... Kijk! Oh mijn god! Dit is alsof je de jackpot hit. Dat vind ik helemaal prachtig. En dan kan ik wat torches maken. En met die torches kunnen wij dan wat beter zien wat er gebeurt. Ik weet niet of jullie dit horen, maar mijn computer gaat ineens een heel raar geluid maken. Nou ja, raar. Hij loopt ineens te blazen. Dat vind ik wat minder. Hij gaat echt ineens... Terwijl ik helemaal niks geks aan het doen ben. Ik speel alleen maar Minecraft. Wauw, moet je eens kijken, man. Ik heb wat shaders erin ingezet. Kijk eens naar die sky. Kijk naar dat licht. Het is echt prachtig. En die schaduw. Bloemetjes. Oh my god, zo prachtig. Ik hoop dat dat... Ik hoop dat jullie het niet horen. Het is een beetje donker. Ik ga... het is een beetje heel donker. Oh, ik zie al een creeper. Dat vind ik wat minder. Hier is mijn huis. Dingachtig geval. Zo, ik hoop dat ik het nog een beetje kan zien. Kijk. Oh, wacht, nee, dat kan natuurlijk niet. Zo. En dan die. En dan zo. En dan, hoppatee, 12 toortjes. Pots! Kijk eens aan. Dat vind ik ook wel cool in die shaders. Dat je, zeg maar, kan zien. Als je een toortje vast hebt, dan zie je het al, zeg maar. Laat ik gewoon meteen gaan slapen. Zo. Volgende morgen. Fantastisch. Helemaal goed.
Ja, ik wil wel eerst die wooden tools opmaken voordat ik die andere ga gebruiken. Maar ik ga er wel alvast een paar maken. Gewoon omdat het makkelijker is. Zomaar. Oh, en dan... Zo, maak gewoon meteen twee. Get it! Getting an upgrade. Ik ben een beetje verkouden. Afgelopen weekend ben ik daar samen met Gijs, Nick, Mark, Remco en... ik ga mensen vergeten. Met Jeffrey natuurlijk. Gijs, Nick, Mark, Remco, Jeffrey, ik, een gast Rick en wie vergeet ik nu? Oh ja, en nog een Gijs, een vriend van Gijs. Daar zijn we naar een festival geweest. Cubase. Het was echt insane goed. Het was echt zo lachen. En we hebben het zo naar ons zin gehad. Maar weet je, het was 's nachts. Zeg maar, je begon dus om 5:00 's middags. En dan duurde dat ongeveer tot de volgende ochtend 7:00. Dus nou, je begrijpt wel dat dat natuurlijk gewoon enorm veel energie kost. Zeker ook omdat het een Cubase is een soort hardcore event. Dus je staat daar de hele dag te springen en te stampen. Ja, en aangezien ik niet aan pillen doe, of troep daarvan, moeten jullie ook trouwens niet gaan doen. Het is echt slechte troep. Echt heel slecht voor je. Ja, raak je op een gegeven moment uitgeput. En dan is je immuunsysteem is wat minder. Dus ja, dan op een gegeven moment ga je ja, word je moe. En dan een paar dagen daarna raak je ziek. En Gijs en zo, die hadden het eigenlijk de dag daarna meteen al. Nick ook. Die had zeg maar de dag daarna had hij niks. En die dag daarna had hij ineens voelde zich echt drie keer kut. En ik begin het nu een beetje te krijgen. Het is net alsof iemand flink in mijn bek hebt lopen schijten. Zeg maar dat idee. Dat gevoel, zo voelt het een beetje. Niet dat ik weet hoe dat voelt of zo hoor, maar het is een beetje dat idee over hoe en wat dat zo voelt. Oké, we hebben nog wat hout gepakt, we hebben wat kool gepakt, we hebben een klein huisje gemaakt, dat is al iets. Ik wil deze aflevering ongeveer 12 minuten houden, dus ik ga de aflevering nu stoppen. Hartstikke bedankt voor het kijken, willen jullie meer van Minecraft Survival met Björn, dan moet je even abonneren op RNG Gaming. Laat ook meteen een duimpje omhoog achter als je dat leuk vindt en als je de video leuk vond. Dan weet ik ook hoe of wat en of ik iets anders moet gaan doen of ik... Mijn commentating style moet aanpassen. Of dat jullie gewoon zeggen van jongen, je doet het helemaal top. Ik vind het helemaal leuk om te kijken. En dan moet je gewoon even een duimpje omhoog doen. Nogmaals, laat in de reacties meteen even achter wat jullie verder willen zien, zeg maar. Wat ik moet gaan doen, want ik ben een beetje clueless. En jullie zijn natuurlijk de experts, want de meeste van jullie spelen Minecraft echt fulltime zowat. Tenminste, sommigen. Ik durf niet te zeggen meeste. Ik zei het wel, maar ik durf het eigenlijk niet. Ik zie daar wat pikjes, die ga ik even slachten. En dan zeg ik tegen jullie, tot de volgende keer. Een nieuwe Minecraft Survival. Peace out!